Maar dit is wel op de vaart, we moeten op de vaart en een temperatuurtje er tegenaan schroeven. Ik heb even een paar praktische tips. Houdt u de handen en ellebogen wat binnenboord. Dan gaan we hele smalle stukken varen. Dan zou je flink kunnen beschadigen. Dat is de bedoeling op deze feestelijke ochtend. Daarnaast, het water is gemiddeld maar 1 meter diep. Je zou zeker kunnen lopen. Degene die er wil, even bij mij melden. Dan gaan we aan het einde van de route even doen. Heerlijk weer daarvoor. Kunnen jullie advies aanmelden? Als je even naar mij kijkt, dit is de linkerkant van de boot, dit is de rechterkant van de boot. Want als ik iets ga vertellen, zal ik dat doen? Zal ik iets vertellen? Ja, dat lijkt wel. En aan de kop, die hadden het in de gaten. En die gingen ze vestigen op die hele hoge zandbruggen. En hadden hier een hele intensieve handel. Maar ze verdienen er ook heel veel geld mee. En je weet, daar waar veel geld wordt verdiend, zijn er ook altijd weer jaloers. Oké, dus alleen die markt, daar is het begonnen. Er deed een muur eromheen, en een stadskracht was er ook omheen. En dat was dus een vestingstad. 1185 was dat. Meer dan 800 jaar geleden. Eén pand, bouwtechnisch heel knap neergezet, want de druk van overkluizen zit op de kade. In het huis heeft ooit een bierbrouwerij gezeten. En dat is ook het achterhuis geweest van de buntmeester. En de buntmeester maakte hier de eigen bosse muntjes, de bosse oortjes. Hebben ze helemaal voor ik aan mijn laatste oortje versnoept, ze waren dan die oortjes. Die uitbouw aan de rechterkant, waar die muur aan de zoek zit, is boven, hè? De eerste redder dan zijn vader, die is namelijk huisschilder. En de fiets die er staat, hadden ze eigenlijk willen gebruiken bij de Tour de France. Nou, hadden ze ook niet zo'n grote valpartij gemaakt, denk ik. Ja, dat is op zo. Maar het is steenrijk, daar komt dat gezegde dus vandaan. Maar hij loopt wel, huppatee, hier op de binnenbiet. Ja. Eén grote groep en je komt ver buiten de bos. De bos raakt een beetje in Eindhoven. Vorige week waren mensen aan het einde van boord, die zei het klopt. Vorige week kwam ik hier aanvaren en hij was gelukkig al onder voldaan. Een opblaasbootje kwam hier aan. Je mag hier dus niet een andere bootje varen, levensgevaarlijk. Want is er een stukje meer hieronder en ik ga volgens als de bos komt, dan vang ik je bootje compleet door de midden. Dus ik heb ze met enig aandringen toen nog hier wat weg kunnen krijgen. Ik kijk uit voor de hodem, ze zijn een stuk uit de muur al.
zie je van boven. Een pleistert. Onder de brug, het poetermannetje van carnaval. En nu gaan we richting Kruisboerders of Katrienkerk. Een kerk van 1533 in laatgotische stijl gebouwd. Dat betekent ranke ribben en ronde bogen. En de ordenteken van die kruis kunnen we zien. Als je van onder de overkluizing 2 meter naar boven kijkt, zitten drie vakjes in een rode stenen gemetsel. En de middelste vakjes die in kruisteken staan. Ziet u hier? Ja, ja. In 2002 gemaakt. En ze noemen dit een kettingdoop. En ze gaan een beetje fantasie hebben met het idee dat je de binnenkant van een stofzuigerslang binnenvaart. Ja, ja. En nu gaan we dus richting een oude muur van 700 jaar oud. En voordat we die muur passeren, zie je de rechterkant het restant van een muurhuisje. En de linkerkant het restant van een stadspoortje. De muurhuisje bouwt tegen de muur aan de schilderde stenen. Ik heb net verteld dat steenrijk was, dus het schilderde stenen, hè? Tegen de muur. Rechts het muurhuisje, links het stadspoort. 700 jaar oud deze muur. Kijkt u uit voor de hoofden? En de volgende muur is 100 jaar jonger. En hier kwam vorig jaar bij de mooie zomersdag 2 minuten tegen mij met een kano in de binnenvaart. Dat mag ik ook niet. En ik ging nu wel dat vol gas er uit. Dat was bijna gewoon op de rest. Maar ja, ze hadden gelukkig de bikini aan. Oké. Ze is overheen gevallen. Ja, dat is de naam. Over die muurtjes heen gevallen. Leuk, hè? Daar gaat je voor de hoofden. Worden hele mooie grote bolknaps, hè? Het zijn lisdotten. Het is gemetseld en zo moest dat ook bij de restauratie. U zal dus straks nog een paar meter laten zien hoe ze deden voor de restauratie. En, maar hebben we wel kleine huisjes voor gebouwd. Want die overdag slapen ze lekker, hè? En als je dan hier recht vooruit kijkt waar ik aan het schijnen ben, hier eerst oranje huisje is de huurwoning. En de tweede in de vorm van een vleermuis, daar is de koopwoning. Hier komen we de eerste keer. Op zit een andere. En als je naar de voorzijde van het schip recht vooruit kijkt in de vechten, ziet u dat daar met de ton is gerepareerd. Hè? Zo deed ze dat voor de restauratie. Het was lekker goedkoop en snel bouwen. Die kunnen gewoon over de bruggetjes lopen. We zijn heel goed gemetseld. Hè? Ja, sterk. Nou, we zitten hier uit de era van de olifanten. Nou, we hebben gewoon heel... Het Stedelijk Museum is daar dus bij gevestigd. En het is 2 jaar geleden officieel gewoon de linkerkant, het Hellegat. En Hellegat is een beetje onheilspellend, met name van een smalle doorgang. Maar zitten met name in de winter zitten we naar die vleermuizen. Daar kunnen we ook met onze bootjes in varen. Dat zijn de vestingroute en de bosroute. Maar weg niet kan komen. Dan kom je uit de plek waar ik net een randig verhaal heb verteld. Oh ja. Oh ja. Heel spannend. En nou een tip voor de fotograaf. Het is zo helder is waar. Ja, mooi. En als jullie allemaal nog 1 keer naar mij willen kijken, dan ben ik altijd zo leuk, hè? Maar gelijk hier omhoog, om het katholiek geloof het openbaar te beleiden. Dit was 1 van de 16 schuilkerken en dit was dan Huize Nobel. En we komen hier uit op een kruising en er zouden zomaar bootjes van links of rechts kunnen komen. Als ik aan de mensen mag vragen die voorin zitten, om even links... Ja, zijn nou, hier zijn we zo'n beetje gestart hier achter ons, hè? Ja. Ik hoop dat die allen een mooie... Een interessante route. 50.000 mensen dus met ons mee. Uw ticket is overigens nog geld waard. Op uw ticket staan een aantal musea genoemd. Als u daar vandaag naartoe gaat, mag u daar voor de helft van het geld naar binnen. Maar als ik zo naar de zitten kijk, en misschien hebben jullie nog een heel vol programma, heb ik toch het idee dat jullie toch eerst een terrasje willen gaan pakken. Dus ik wens u allemaal een heel prettig verblijf in deze Bourgondische stad. En ik dank u allen voor de aandacht. Dank u wel, donderdag. Dan waren we rustig achter. Het was 1 grote achterbuurt, zo'n 70, 80 jaar geleden. Het was echt vreselijk.
En die panden waren maar ingestort, zagen er slecht uit. En de mensen die toen een pandje gekocht hebben, natuurlijk voor heel weinig geld kunnen kopen, kunnen nou dus wat ik ja. Die hebben niet geen last van die crisis. Je komt gewoon bij de roltrappen in. Die valt, die jongens vergeten tussen de roltrappen. Ja, klopt, hè. Ik ben er nooit bij. Ja, maar die zijn ook zo lang. En bij de King Vrienden van Zetterbos bestuderen we net als u de geschiedenis. En die proberen we aan gasten die in de bos komen bekend te maken en ze daarvoor te enthousiasmeren. En ik ben een vrijwilliger. Rick van Heusden is ook een vrijwilliger. Mijn naam is Ton Raas. En dan moet je nog maar een keer terugkomen om meer te komen kijken. Dit is een hele mooie straat. Zo mooi dat we hem twee namen hebben gegeven. De Lepelstraat aan deze kant en de Vismarkt aan de andere kant. Die Vismarkt, die herinnert... Is er ook een kerk? Er zit daar niet een drempel over. Maar dit is een parker, hè? Dit is een parker. Dat heet nu Vrielink. In het verleden heette dat pandje het Misverstand. En we zijn net door het Begijnstraatje gelopen. In het verleden was er, hoe grappig het ook klinkt, in deze havenwijk een Begijnhofje van ongeveer 10 huizen. Aan de Kostelstraat was het hoofdgebouw en er waren 10 Begijnhofjes. Dat heette het Misverstand. Aan de muurankers. Het jaartal 1147. En dat is eigenlijk bizar, want we hebben daarnet tegen elkaar gezet dat 1185 de stadsrechten gekomen waren. Toen was het van dit. Thank you.
manier proberen goede werken te doen. En vingen. We hadden net al even gezien dat het stadcentrum, de stad zelf, te klein was om een grote kerk te hebben. En toen ze toch rijker werden en behoefte kregen aan een eigen kerk en niet meer afhankelijk kunnen zijn van de Franciscanen en van de Jezus, van een Jezus zwanger was. En die heeft dus op bezoek gegaan bij Maria haar nicht. Verderop ziet u nog allerlei andere dingen, geboorte, de bezoek van de herders, de opdracht in de tempel en even verder de moord in Bethlehem, de kindermoord in Bethlehem. We staan hier in op het kerkhof van de Sint-Jan, het Sint-Janskerkhof. Daar is tot midden van de 19e eeuw, 1850, 1860, is hier begraven geworden. We hebben heel veel wetten van Napoleon gekregen die eigenlijk wel goed waren voor ons, terwijl we er eigenlijk... Nee. Oh. Ja, ik kan het al. Ik heb het spel mee van Tour de France. Nou, die is. Let maar daarop, moet ik daarop komen. Ja, die fietsen in dat park in de parkland, hè? Ja. Dan fietsen ze. En eigenlijk waren we in het park weer bij. Gewoon park. Nee, niet van Long Park, waar dat gebeurt. Ja, mooi en daarvan. Ja. 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 Ja.
Ja, mooi club. Niet te lang rijden. Ja, ik weet het niet van. Ja, dus ik heb dus verlicht aan, maar nog niet over dan. De grootste wens is natuurlijk om hier nog verlichting in te krijgen. Welkom in ons huisje. We hebben vandaag heel veel gezien, heel mooie dingen gezien. Maar ik denk dat we nu het meest besproken pandje van Oud-Kastel zien. Zowel aan de buitenkant, maar nog niet veel mensen hebben het aan de binnenkant gezien. Wel een aantal die de open dagen volgen. Die zijn er natuurlijk ook bij, die om het half jaar of om het jaar eens even binnenkomen kijken. Het laatste half jaar is er toch wel heel erg veel gebeurd. Toen hebben we besloten om het af te bouwen. En jullie zien het resultaat na 2 jaar, denk ik. Ja. 2 jaar geleden zijn we begonnen met bouwen. Daarvoor natuurlijk een hele tijd vergunningen enzovoorts. En dit gaat het zo ongeveer worden. Mooi. De kleuren die zijn redelijk bepaald, nog niet allemaal. Dus er zullen best kleuren op staan die als proef erop staan. Maar ik hoop dat jullie een beetje een indruk krijgen van wat het straks gaat worden. We staan hier nu eigenlijk in het oude café-gedeelte. Ja. Ja. Dat zullen de meesten weten. Hier stond Bart. Ja. Ja. Hier in Jos. Ja. Ja. En hier zaten wij. Ja. Toch? Ja. Dan gaan we maar vroeger. Ja, dat gaan we maar eens vroeger. Ja. Dat was al precies. Dat was al precies. Dan waren de wc's. Dames en heren. Ja, zo. Aan die kant. Ja. En in de kelder kwam niet veel. Mensen kwamen er niet veel. Je mag gewoon kijken, er is overal licht nu. Alleen ja, nog niet allemaal aangesloten. Maar de toiletten zijn in wording. Ja, eigenlijk is het bijna af voor mij of voor ons dan. En dan gaan we kijken wat we gaan doen, hè? Ja. Ja. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, kijk eens rustig rond. Degene die nog een pilsje wil drinken, dat kan ook nog rustig. Want dat doen ze in de bouw, hè? Gaan maar ergens zitten, nog een wijntje. Aan de bar? Ja. Aan de bar, dat kan nog niet. De insteek is om in september gereed te zijn. Als alles op tijd geleverd kan worden. Dus we gaan kijken of we de cultuurmaand kunnen gebruiken om hier met z'n allen nog eens hier te zijn.